Hallo allemaal, welkom terug. Ik ben Petra van Duyl. Het is even geleden dat ik online ben geweest, of althans dat ik een video heb gemaakt. Ik heb natuurlijk heel wat video's gemaakt over narcistisch misbruik, maar vrij weinig over herstel na narcistisch misbruik. En herstel is natuurlijk een proces. Het is een genezingsproces waar je doorheen gaat. En dat begint natuurlijk met een rouwproces. Je hebt daar verschillende stadia in en het is eigenlijk gewoon heel belangrijk dat je die toelaat, dat je de stadia gaat doorlopen om uiteindelijk de weg naar herstel te gaan bewandelen. Dus het is een heel belangrijk iets. Ik hoor heel vaak van mensen, waarom rouw ik om de narcist? Waarom heb ik er zoveel verdriet om? Maar dit is gewoon een heel natuurlijk iets. Dus ga het vooral niet tegenhouden, maar sta jezelf toe om te rouwen, om verdriet te hebben, om wanhoop te hebben, om heel veel boosheid te hebben. En uiteindelijk de laatste fase van het rouwproces is acceptatie in wat jou overkomen is. En eigenlijk dat je ook de verantwoordelijkheid gaat oppakken voor je eigen herstel. En er zijn natuurlijk heel wat coaches. Er is heel wat coaches en psychologen ook die jou wel een kant op kunnen duwen, die jou daarin kunnen begeleiden en coachen, dat doe ik zelf ook. Maar uiteindelijk is het aan jou om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen herstel. Een heel belangrijk iets. En het herstel gaat eigenlijk om het toe-eigenen van je innerlijke kracht. Je hoeft er niet naar te zoeken. Want je bezit het al. Je bezit al innerlijke kracht. Het enige wat belangrijk is, jouw taak dus, is om toegang te krijgen tot je innerlijke kracht. En eigenlijk om de beerput open te trekken van wat jou is aangedaan. Want pas als je dat erkent, dan is het mogelijk om al die emotionele verbondingen te gaan genezen en te gaan begrijpen wat jou is overkomen en ook daarin jouw deel te herkennen, dus wat je eigenlijk getolereerd hebt. En het gaat om je grenzen stellen, het gaat om je belemmerende overtuigingen erkennen en die anders te gaan formuleren. Dat is het hele proces van genezing. En het is eigenlijk onmogelijk om te genezen als je niet bereid bent om te kijken naar je emotionele verbondingen en om te kijken naar jouw aandeel in dit alles. En nogmaals, het is niet om de schuld neer te leggen bij de doelwitten van narcistisch misbruik, maar het gaat erom dat je vaak, als je in zo'n relatie zit of hebt gezeten, dat je een heleboel tolereert. Je maakt excuses voor de narcist. Je maakt excuses voor slecht gedrag. En dat is wat ik bedoel met herken jouw eigen aandeel daarin. Heel erg belangrijk. Dus de focus moet eigenlijk verplaatst worden. Dus niet meer op de narcist. Als je echt gecommitteerd bent aan je eigen herstel, de focus moet weg van de narcist en terug op jezelf komen. En de focus op jezelf, dat is eigenlijk heel groot. Waar het als eerste om gaat, wat ik zelf heel belangrijk vond tijdens mijn herstel, was wat zijn mijn emotionele verwondingen? Waarom stond ik zoveel toe? Ik zat erin met ogen open. Met open ogen bedoel ik. Sorry, net even omgedraaid. Ik zat erin, ik keek toe. Maar ik wilde het eigenlijk niet geloven. Dus ik ben allerlei excuses en smoesjes gaan verzinnen. Waarom de narcisten in mijn leven zulk slecht gedrag hebben getoond. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jij bent niet verantwoordelijk voor de narcist. Je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf. Dus daar begint het mee. Kijken naar je eigen emotionele verwondingen. Waar heb je geen grenzen gesteld? Waar heb je heel vaak net gedaan alsof je het niet zag? Waar heb je heel vaak een heleboel dingen gepikt? Niet alleen met betrekking op jezelf, maar ook bijvoorbeeld met je kinderen. Want een narcist misbruikt iedereen
die het maar tolereert. Dus dat kunnen ook familieleden zijn, vrienden, je eigen kinderen. En zeker in het geval van minderjarige kinderen, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor. En het is jouw taak om die kinderen te beschermen als je ziet wat je kinderen wordt aangedaan. De relatie met de narcist is natuurlijk altijd gebaseerd op angst en op controle houden. Dus jij bent bang om een grote mond te geven. Je bent bang om voor jezelf op te komen. Je laat eigenlijk de narcist alle controle hebben over je leven, omdat je weet, als je daar tegenin gaat, dat je weer een woedeuitbarsting krijgt, of de stiltebehandeling, of er worden allerlei nare tekortkomingen van de narcist op jou geprojecteerd. Ze zeggen dus dat het jouw schuld is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Weet je wat er ook vaak gebeurt? En daar zal ik in de toekomst een video over maken. Dat heet in het Engels trauma bonding. En dat is eigenlijk, om het even vrij vertaald, dat is dat je verslaafd bent aan liefde. En dit komt meestal voor als je zelf als kind emotioneel bent verwaarloosd. Dan, als je wat ouder wordt en je ontmoet mensen, je gaat relaties aan, dan klamp je vast aan alles wat maar een beetje vergeleken kan worden met liefde. Al is het giftige liefde, want met een narcist is de liefde natuurlijk nooit echt. Het is altijd giftig. Het is gewoon een tool die ze gebruiken om jou naar binnen te lokken, als het ware. Dus je raakt eraan verslaafd. En jij snakt naar alle genegenheid, alle respect, alle liefde. En als dat maar een klein beetje wordt gegeven, dan klamp je daaraan vast. Dus eigenlijk wat je doet, je neemt genoegen met kruimels in plaats van vragen naar een drie gangen menu. En dat is wat ik bedoel met verslaafd zijn aan de liefde. Dus waar het om gaat, is dat je de liefde weer aan jezelf gaat geven. Dat je jezelf gaat respecteren. Dat je gaat kijken naar wat jouw wensen en verlangens zijn. Wat wil je beleven in het leven? Wat wil je meemaken? Hoe wil jij zelf in het leven staan? Wat wil je voor jezelf betekenen? En wat wil je voor een ander betekenen? Dit zijn allemaal vertakkingen van liefde voor jezelf. Zelfrespect en zelfliefde. Dit is eigenlijk cruciaal in het herstellen van je identiteit en van je fundering. Want als je fundering heel wankelig is, dus als er geen sprake is of dat er een gebrek is aan zelfliefde, dan kun je daar niet verder op bouwen. Dan is het te wankelig. Dus het gaat erom dat je ervoor zorgt dat je fundering, je identiteit, gewoon heel helder is voor jezelf en dat je jezelf overlaat met liefde. Je bent daartoe in staat, want uiteindelijk geven we allemaal heel veel liefde, heel veel respect, heel veel begrip aan de narcist in ons leven, maar we vergeten datzelfde liefde en respect aan onszelf te geven. En dat is zo belangrijk tijdens je herstel. En ook daarna natuurlijk. Ik bedoel, zelfliefde is iets wat je eigenlijk heel je leven bij moet dragen. Want jij bent een voorbeeld van hoe je wilt dat anderen jou behandelen. Hoe anderen tegen je praten, wat ze tegen je zeggen. Jij bent je eigen voorbeeld daarin. Dat kun je niet van de ander verwachten. Je kan niet zoeken, of je kan het wel doen, zoeken naar externe validatie. Maar wat als die ander er niet is? Wat als die ander gewoon niet verschijnt? Jij bent continu met jezelf. 7 dagen in de week, 12 maanden in het jaar, ben jij met jezelf. Dus je moet ervoor zorgen dat de vriendschap met jezelf heel hecht wordt, heel intiem wordt en vol respect en liefde is. Dus een andere manier van herstel na narcistisch misbruik of een ander voorbeeld is het gaat nooit om het redden van de ander. Ik krijg die vraag zo vaak gesteld in mijn praktijk en via de mail. Hoe kan ik de narcist in mijn leven redden?
Het is niet jouw taak om de narcist in jouw leven te redden. Je mag er wel compassie voor hebben dat ze zo'n stoornis hebben, maar het is niet aan jou om diegene te redden. Waar het om gaat is dat je compassie voor jezelf hebt en dat je jezelf redt uit giftige situaties. Je eigen mening waarderen is zo belangrijk. Leef je onder je eigen voorwaarden of die van de narcist of van anderen? Want ook dit gebeurt vaak. Je bouwt of je defineert je eigen waarde op basis van wat een ander van jou vindt, wat een ander van jou denkt, wat voor mening een ander over jou heeft. En daar gaat het niet om. Wij zijn allemaal individuen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf. En het gaat erom dat wij weer onze identiteit gaan definiëren, gaan verfijnen, zodat anderen weten hoe ze met ons moeten omgaan. En vergeet ook niet dat je weer verliefd mag worden op jezelf. Want wat gebeurt er nu als je kennis maakt met een narcist, zeker in de verleidingsfase? Dan word je verliefd op zulke mooie kwaliteiten van de narcist. Maar vergeet niet dat de narcist een project heeft gemaakt van anderen te bestuderen, dus van mensen te bestuderen. Dus de narcist weet ontzettend goed hoe ze jou moeten spiegelen. En wat ze eigenlijk doen, is jou laten zien wat voor mooie eigenschappen jij zelf bezit. En dit is wat ze eventjes overnemen. Dus je ziet vriendelijkheid, je ziet liefde, je ziet zachtheid, je ziet begrip en compassie. Maar dit zijn jouw eigenschappen die gereflecteerd worden op jou. Dit is wat jij ziet. Want de narcist is leeg van binnen. Daar zit niks van waardevols in, helaas. Dus je ziet jezelf. En daar gaat het dus uiteindelijk om. Als de relatie verbroken is, is dat je jezelf weer gaat zien, niet door de ogen van een narcist, zoals in de verleidingsfase, maar door je eigen ogen. Dus dat je eigen mooie eigenschappen gaat erkennen en waarderen. Ik denk dat het zo'n beetje was. Ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken. Ik denk een laatste is, zeker als je opgevoed bent door narcistische ouders, dan word jij op zeer jonge leeftijd geconditioneerd qua denkwijze, wat je wel of niet mag doen, of je wel of niet mag spreken, je mening mag uiten. Dus je bent geconditioneerd om te denken dat je liefde en respect en erkenning en genegenheid niet waard bent. En niets is minder waar. Dit is iets wat je voor jezelf mag gaan ontdekken, aan jezelf mag gaan geven. En ik begrijp dat het heel moeilijk is om dat alleen te doen. En daarom is coaching of begeleiding zo ontzettend belangrijk om jou daarin te helpen en te sturen. Dus weet dat jij alles waard bent. Jij bent een gezonde relatie waard. Jij bent liefde waard. Jij bent respect waard. Vergeet dat nooit. Dus ik zal in het vervolg nog meer video's gaan maken over het genezingsproces. Zo ontzettend belangrijk. Je mag me altijd mailen of een afspraak maken. Even bellen om een afspraak te maken. Als jij vindt dat je hier in begeleiding en coaching nodig hebt, dan mag dat natuurlijk ook. Maar nogmaals, ik ga in het vervolg veel meer genezingsvideo's maken. En het gaat erom zelf de verantwoordelijkheid oppakken en zelf jouw genezing gaan initiëren. Voor nu een geweldig weekend en heel graag tot een volgende keer. Doeg!